De gemeenteraad vertegenwoordigt jou als inwoner van de gemeenteraten. We hebben in totaal 25 raadsleden. Maar wie zijn dit eigenlijk? In het Rotter Ommetje gaan twee raadsleden met elkaar in gesprek en kom je meer over ze te weten. Dit is Ralf Mulders. En dit is Wim de Heer. En we beginnen met deze vraag. Wim, ik heb je meegenomen naar wat voor mij dan het mooiste plekje van Raalte is. En dat is hier bij de Bijenstal in Raalte-Noord. Ik zie een sedumdak, groen, bloemetjes. We hebben hier een grote biodiversiteit. We zien dat de natuur zeg maar heel dicht tegen de woonwijk aan zit. En dat is eigenlijk wat we willen, dat de natuur weer in onze woonomgeving komt. Je kunt hier prachtig wandelen, je kunt de hond uitlaten en het is een prachtige startpunt voor veel fietsroutes. Maar mijn vraag aan jou is, Wim, wat is voor jou het mooiste plekje van Raalte? Nou, dat is onder andere hier deze omgeving. Dit is een prachtig uitvalsgebied. Een andere mooie plek, dat is het op dit moment nog niet. Maar dat is de omgeving van de markt en het cultuurhuis. Er wordt gelukkig nu een plan gemaakt om daar wat aantrekkelijkheid te maken. Het is ontmoetingsplekken in Raalte waar je mensen ontmoet, waar je verhalen hoort. En waar je inspiratie op doet voor je raadswerk. Dat vind ik dan toch een markant punt in Raalte. Los van dit prachtige mooie buitengebied. Nieuwsgierig geworden? Het hele interview lees je op raalte.nl/raalteommetje.